Deze nieuwsuitzending betreft een korte rectificatie. Ik moet iets toelichten. Ik heb een nieuwsuitzending gemaakt en die heet Namaak Nieuws. En daarin laat ik Hillary Clinton aan het woord. En dat... was grappig bedoeld, maar het is niet grappig. Het is helemaal niet grappig. Ik zal je even het gevraagde stukje video laten zien. Never waste a good crisis. And when it comes to the economic crisis, don't waste it when it can have a very positive impact on climate change and energy security. And that's what we're trying to do. Ze stottert op het einde. Energy security. Nou, dit is geen fake nieuws. Want dit is echt. Zij is van de Council on Foreign Relations of zo. En dat doet maar wat. In de jaren 70 zou er een nieuwe ijstijd komen. En toen dat niet genoeg was, toen kregen we zure regen. En daarna kreeg je het gat in de ozonlaag vanwege de haarlakspray die onze vrouwen gebruiken om zich op te maken. Of de koelkasten met freon erin, dat was ook allemaal zo erg. Dat soort dingen zijn helemaal niet aan de hand. Wat wel aan de hand is, is dat Hillary Clinton gaat lopen vertellen dat een economische crisis. En wat houdt dat in, een economische crisis eigenlijk? De man van het gezin raakt zijn baan kwijt. Het gezin raakt het huis kwijt. En dat is dan goed. Want dat kan je ergens voor gebruiken. Ze zeggen het gewoon. Gewoon nog een keertje luisteren. Dat ik het zeker weet dat het echt opgeschreven is. Opgezegd is. Door Hillary Clinton. Never waste a good crisis. And when it comes to the economic crisis... Don't waste it when it can have a very positive impact on climate change and energy security. And that's what we're trying to do. En dat is wat we proberen te doen. Energie security. Het veiligstellen van de energie. Oh. Ja, ik moet er nog maar eens over nadenken wat die vrouw hier bedoelt. Wat ik zeker weet, is dat ze die economische crisissen over ons uitstorten. Wanneer ze maar willen. En dan laten ze Hillary Clinton vertellen. En ja, dan maken wij zo'n crisis, maar dan moet je wel wat mee doen. Dan gaan we de klimaatverandering tegen. Of zo. Of we maken het klimaat weer net als 500 jaar geleden. En dan moeten er maar wat vaders hun baan kwijtraken en die kinderen ze op straat. Ja, snap je hoe gevaarlijk deze mensen zijn? Ik heb dit dus opgenomen in een uitzending over namaaknieuws. En ik vind het ook echt namaaknieuws. Dit is helemaal geen nieuws, eigenlijk. Het zijn mensen die al... honderden jaren lang dezelfde onzin over ons heen storten. Ik sprak Jurk Liesman vandaag, heel kort, en die zei, het maakt mij eigenlijk niet uit. Want ik ben in deze wereld, maar niet van deze wereld.
Ik weet wat hij bedoelt. Ik weet ook dat hij veel gelezen heeft in de Bijbel. Hij is als het ware iemand die zijn schaapjes, zijn gedachten, bedoel ik daarmee, op het droge heeft. En jullie nog niet, denk ik. Dus het devies blijft: lees je Bijbel. En wees in deze wereld en niet van deze wereld. Als het klimaat gaat veranderen en de zeespiegel gaat stijgen, ja, nou, dan moeten we allemaal naar de berg Ararat of zo. Of een andere leuke plek in Oost-Turkije. En daar zal het dan nog steeds hetzelfde zijn als dat het nu hier is. Hey, dank jullie wel voor het luisteren. En op zijn hamburgers zag ik tjuhus. En dag lieverds.